de boel. Lampion, het is begint net licht te worden, hè? Wat een feest, roeiboot erachter hangen. En daar gaan we. Fijn een stukje varen. Ik is nog best glad, hij slipt een beetje door als je gas geeft. Dus we doen maar lekker rustig aan. En het auto moet op temperatuur komen. Wij vinden het ook niet leuk als we net uit bed zijn en we moeten hard gaan lopen. Hetzelfde geldt voor de auto. En bijna het in de streetrein af, dan is de weg goed gestrooid, hè. Kijk, hier is hij netjes gaan. Dan zal hij niet meer door slippen. Nee. Niks aan het handje. Vanmorgen ook, wat lachen. Er valt een beetje sneeuw, want het is echt maar een beetje. Heel Nederland in de stress. Maar goed, een tipje vroeger van huis af en dan kwam het ook goed. Je weet dat er genoeg mensen zijn nu die wat voorzichtiger rijden en wat zachter rijden, dat is anders. En dat is niet erg, hè. Als ik zo mijn bandjes had gehad, had ik ook anders gereden dan nu. Want dan, ja, dan merk je het verschil op sneeuw, hè, met winterbanden. Maar ja. Hebben ze het eenmaal aangereden als er niet gestrooid is en het is ijs, dan maakt het niks uit. Nee, dan glijdt het net zo hard. Maar goed, we gaan weer een accu vervangen. In Megen. Het is weer eens zover. Nou, dat blijft terugkomen, hè? Net zolang als het hier eraan ligt. Zonnepaneellampje niet op teruggezet. De zon schijnt gewoon te weinig overdag. En dan blijven we maar om de 14 dagen accu wisselen. Deze keer gaan we het alleen doen. Het stroomt ook niet meer zo hard, hè. De stroming is helemaal weggevallen. Er staat nu nog 600 kub. Dus dat valt op zich wel mee. Dat is vrij normaal voor in de winter. Kijk, gaan ze de stuur op een gegeven moment trekken, ga ik het niet meer alleen doen. Dan zit hij boven de 1200 kub stroming. Zorgen we mooi dat we met z'n tweeën zijn. Ja, ik hoop dat de bootjes een beetje ontzien zijn met ijs en rommel. Dan moet ik het nog eens kijken hoe ik het ga doen. Maar goed, ik heb mijn drijfpakje aan. En dat doe ik pas aan als het vriest. Anders is het veel te warm. Maar we gaan eens gas geven en dan gaan we op Megen aan. We zitten nu nog in Lid. Ja, en zo zit er weinig variatie in de filmpjes. Alleen met het aanrijden. Nu is het wit, anders is het groen, dan is het hoogwater. Dat is de enigste variatie. Maar voor de verder rest ben ik veel bezig met accu's wisselen. Dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Het is eens in de 14 dagen, dus daar valt wel mee. Alleen in de kerstvakantie, een collegaatje van mij ziek geworden, dat gaat waarschijnlijk wel langer duren. Dat is erg zat. Alleen, ja, daar hebben wij hem op kantoor gewoon meer werk mee.
En ja, het grootste gedeelte valt bij mij neer. Als het er niet is. Dus ja, daar heb ik wel bij studie mee. Dat is ook iets wat ik niet alle dagen doe. Hè. Dus het belangrijkste wat ik dan moet... Het zijn eigenlijk maar twee belangrijke dingen. Dat is het inroosteren en de lonen. Dat is wel het allerbelangrijkste. Hè. Gaat dat niet goed, komt er geen man mee werken. Nee, dat is flauwekul. Maar ja, dat is voor mij wat meer uitzoekwerk. En ja, daarom zijn de filmpjes een beetje eentonig. Ik doe alleen het hoogst noodzakelijke. Vorige week dan de Nalem. Daarna heb ik nog de hele wasbak vervangen. Ik kwam erachter dat die doorgeroest was. Ik zou zelf de opgehangen. En voor de verdere rest wordt er weinig gesleuteld en gedaan. Kijk, ik kan wel een filmpje maken dat ik onderdelen wegbreng en zo. Of onderdelen wegbrengen zijn hoofdzakelijk filters en olie. Dus dat doe ik meestal één, soms twee keer per week dat ik een rondje maak. Breng ik olie weg en als ze water nog net wat ze nodig hebben, breng ik dat weg. Zelfs wc-papier brengen we weg. De post. Komt geen postbooien op de ponten. En wij halen de post op, we brengen de post weg naar de ponten. En dat doe ik meestal één, twee keer in de week. Nou, zo'n rondje duurt alle pontjes af. Zeg... 2 tot 3 uur, ligt er een beetje aan of je de pontjes mee hebt of tegen hebt. Het mooie is, als je naar de eerste toe rijdt en die heb je tegen, kun je erop tellen dat je ze allemaal tegen hebt. Ik heb 1 keer een rondje, toen hak ik ze allemaal mee, maar dat gebeurt bijna nooit. Allemaal mee, erop rijden, mijn ding doen en mee naar de overtocht weer eraf. En toen was ik 1,5 uur rond geweest. Ja. Maar soms ook even een praatje maken als ik dan op de pont ben. Kijken wat er aan de hand is, of er nog iets bijzonders is. Hoort er allemaal bij, nou schiet me te binnen. Dat heb ik niet gefilmd, ik ben nog eventjes in de hut geweest. Want anders is het ook zo lullig. Hè? Dan komt eraan die botenwater, accu wisselen, boot op de kar weer weg. Dat doe ik niet, eventjes in de hut wezen zeggen, even kijken of de post stond. Nou, die stond er. En toen hadden ze het over de slagboom. Ik zeg, dat kom ik vanmiddag wel doen, maar ik ben zo druk bezig geweest met die lonen dat ik daar vergeten ben. Dus dat moet ik morgen niet vergeten. Dat is dus niet echt morgen. Hè. Dus de filmpje heb ik vandaag opgenomen, maar de datum is 16 januari. Want als het filmpje online komt, ligt er waarschijnlijk geen sneeuw meer. Dus... Nou, we zijn inmiddels aangekomen in Vogelvlucht. Hè. Heel het filmpje, toen ik hem hier net in het programma zette, duurde 55 minuten. Dus van dat ik wegreed op het werk, dat ik de camera aanzette, totdat ik weer terug was op het werk, dat ik de camera uitzet, heeft hij 55 minuten gedraaid. Dus, en Megen is de pont die het verste weg is. Het mooie is, hebben ze een storing en ik ben thuis, is dit de pont die het dichtstbij is. Maar goed... We gaan snel de charbandjes losgooien. Ik schakel daar een schakelaartje in aan de zijkant. Hè. Dan wordt die lier geactiveerd. Binnen in de auto heb ik het kastje liggen om de lier te bedienen. En dan mag je het water in. De pont ligt mooi aan deze kant. Maakt op zich niks uit. Nee, lachen. Toon die belde nog. Ik had het gezien dat mijn achterlicht kapot was. Ik weet niet of het opgevallen is. Dat ik bukte. Dan kon je zien, mijn rechts achterlicht deed het niet. Mooi is, ik heb al 2 nieuwe liggen, maar nu belt hij me. Inkomende oproep van Toon van de Geer, zeg. Toon. Hoi, ik heb hier een achterlicht kapot in de kar. Ja, dat heb ik net al gezien. Oh, dat is niet te wijzen. Dat zag ik net toen ik hem loskoppelde. Oh, oké, nou goed. Komt goed, Toon. Joep. Hoi. Ja, en dat was het. Toon aan de telefoon. Mijn achterlicht is kapot. Hij zei, ik wees ernaar, maar ja, dat zag ik niet, want ik zwaaide wel. Ik zag niet dat je mijn achterlicht bedoelde.
Nou, mooi aan de waterkant, niks bevroren. Hè. Het was een beetje rond de 0 graden. Dus dan bevriezen die kanten gelukkig niet. Want anders was het helemaal glibberen. Een paar lashandschoenen bij. Die zijn, wat goed is voor de warmte, is ook goed voor de kou. Hè. Zeker lashandschoenen. En dan gaan we weer lekker varen. Ik moet zeggen, hij staat binnen natuurlijk. Ik heb de boot binnen in de werkplaats staan. En waarom doe ik dat? Hoef ik de stop niet iedere keer uit te draaien? Hoef ik de buitenboordmotor niet iedere keer af te halen? En ik weet gewoon dat ik hem in deze tijd vaak nodig heb. Dan hoef ik hem maar aan te pikken, maar dat motortje staat dus lekker warm. In de werkplaats is het altijd 15 graden bij ons. En dat vind je wel lekker, want ik liet hem het water in en ik hoef hem maar zachtjes te trekken en hij liep. Dus buitengewoon. Dat is de eerste keer dat je moet lopen, want hij ligt zomers altijd stil. Hè? Zomers gebruik ik nooit de buitenboordmotor, dan spring ik even in het roeibootje bij de pont lig. En dan roeien we gewoon, als het nodig mocht zijn. Dus, maar ik doe dus altijd eerst even het motortje starten en voordat ik hem losgooi. Want anders raak je op drift en kun je nog liggen roeien. Het motortje moet lopen. Hier doe ik even dat balletje in die benzineleiding. Chokeje uit. Trekken. Oh, hij stond in de versnelling. En lopen, hè. Eén keer trekken en lopen. Ja, bijzonder blij mee. De motortje hem al een enkelt jaar. Dus daarvoor hadden we een tweetakje. Dat deed het ook goed, maar dat was een kort staartje. En dat is eigenlijk te kort bij deze boten. Het ging allemaal maar net. Dus daar ben ik blij dat we die niet meer hebben. Want dat was niet ideaal. Het was ook een 8 pk'tje, daar wel ook een 2 cilindertje. En veel meer herrie. Die loopt veel rustiger zo'n viertakt. Nou, motortje loopt, dan is het zaak om de boot los te koppelen. Anders hebben we de kar en de auto er nog aan hangen als we er zijn. Ik denk niet dat ik wegkom zo. Maar allemaal, het is weer zo'n klusje, moet gebeuren. Ik heb verschillende keren dat iemand zei van, hebben jullie geen reddingsvesten aan? Nou ja, ik heb meestal mijn regenpak aan in de roeiboot. Dan heb ik een reddingsvest aan. Er zijn drijfpakken, er zitten drijflichamen in. En dan heb je geen reddingsvest nodig. Dat zit erin, zeg maar. Dus, en het is zo, als ik een broekriem om doe, doe ik ook geen galgen om, hè. En andersom ook niet. Als ik galgen aan heb, heb ik geen broekriem aan. Dus, dat hoeft niet. En daarom hebben wij geen reddingsvest aan bij dit. Je hebt ook, daar hebben die schippers vaak. Die hebben van die doorwerkjassen, daar zit een reddingsvestje ook in. Dan zie je ook niet dat ze een reddingsvestje aan hebben, maar die zit in die jas. Er zit ook gewoon met klittenband, vallen ze in het water. Dat is bij deze pakken niet. Dat zijn gewoon stukken die erin zitten. Die komen er niet uit. Maar die schippers aan hebben, die jassen, die blazen ook op. Nou, kwam een afvaartje aan. En er kwam ook een opvaartje aan. Ik denk, dan moet ik snel achter de afvaartje langs. Die opvaart zit nog wel op een 500-600 meter. Dus daar kunnen we nog veilig voor langs. Hè. Kunnen ze goed zien. Zeker in een gele roeiboot. Die valt wel op. En ze hebben natuurlijk die hier al lang in de gaten. Dus. Dan gaan we weer. Een beetje voorzichtig, hè. Want ik was allemaal bang dat het heel erg bevroren was. Maar viel alles mee. Op de gierboten ook lag wel wat ijs op. Dus het is niet zo dat je voor in je punt gestaan te dansen en dan zo de gierboot opstapt. Doe ik allemaal eventjes wat beheerster, hè. Want we willen niet in het water terechtkomen. Echt geen zin in. Dus veel te koud. Ik weet niet precies hoe koud het Maaswater nou is. Maar dat zal geen 10 graden halen. Het mooie is, kan ik nog zien ook ergens. Ik zal het eens eventjes gauw opzoeken. Hoe kunnen we het ook alweer zien? Ergens konden we dat zien. Watertemperatuur.
Natuurlijk kunnen we bij de watertemperatuur zien. In Lid is het water nu 3,2 graden. Nou, dat is niet te benauwd. Dat is echt niet benauwd. Nee, maar het mooie is, ze gaan de stuwen strijken als het graten een halve graad wordt. Hè. Ik heb het volgens mij wel eens verteld, krijg je grondijs in de Maas. Als het water beneden een halve graad komt, gaat de ijs, dat komt los, komt naar boven, gaat kruien. Dus als het watertemperatuur onder een halve graad komt, gaan ze alle stuwen in de Maas strijken. Dat wil zeggen, daar waar wij hier nu varen, daar zakken we 4 meter. Daar gaan we gewoon 4 meter water vanaf. Dus dan kunnen we met de pont ook niet meer varen. Die mogen hier dan ook niet meer liggen. Dan leggen we de gierbootjes aan de kanten. Die vallen droog. En als er dan water weer omhoog komt, als ze de stuw weer kunnen zetten, is er niks aan de hand. Hè. Die bootjes zijn helemaal rondom dicht. Die gaan gewoon weer drijven. Maar de ponten moeten allemaal die zandgaten in, waar diep water is. Want die meeste zandgaten hier, die zijn wel dieper dan 20 meter. En die moeten daar neergelegd worden en die gooien we voor anker daar. Daar heb ik in al die tijd dat wij de Maasveer zitten, hebben we 1 keer op het punt gestaan om dat te doen. Dus toen hadden we de veerpont van Maasbommel hadden we al in de Gouden Ham liggen. De rest stonden we op het punt om los te gooien. Alleen, hoe heet die directeur nou, Jansen van Rijkswaterstaat, die zei op een gegeven moment, eventjes wachten tot 4 uur. Hij zei, nou weet ik het zeker. Hij zei, ik denk niet dat het hoeft. En toen is het water wel een halve graad koud geworden. Zelfs nog iets kouder. Maar ze hebben hem niet gestreken. Hij zei, het hoeft niet. Komt warm water uit Ardennen. En nou gelijk, we hebben geen ijsgang gehad. In die zandgaat hadden we wel flink ijs toen. Daar heb ik ook een filmpje van dat ik met duwbootje aan het breken ben. Er zaten stukken bij dat het meer dan 10 centimeter was. Hebben we ook nog geschaatst op die dode armen. Hè? Dus normaal, net als nu, heb je wel kunnen schaatsen bij ons in de buurt. Maar allemaal op die weilanden die ondergelopen waren. Daar staat 20 centimeter water. En daar snel zat bevroren. Als je daar doorheen zakt, schiet er nog niet onder. Hè? Maar echt op de dode armen van de Maas, dus die afgesneden stukken. Daar stroomt het niet, die vriezen ook gewoon dicht. Dan moeten we wat serieus ijs hebben. Toch wel minimaal een centimeter of 10 wilde daar met een hoop man op kunnen schaatsen. Ja, accu heb ik inmiddels al op de gierboot staan. Ik was weer helemaal afgedwaald met mijn verhaal. Doe ik eigenlijk nooit. Maar goed. Losgeknoopt. Nou ben ik hem aan het vastknopen. Stelt allemaal niks voor. Hè. Ja, buiten dat de accu... Die ik er nu opzet, die weegt, als hij nieuw is, 63 kilo. Dus die zwaar, die wilde niet te veel tillen. Wilde niet te veel in de hand hebben, dan zullen er wel weer zijn. Ja, mag maar 23 kilo tillen. Nee, dat is niet zo. Ligt eraan hoe dat je hem kunt pakken. En hoe dat je hem moet tillen, hoe ver van je af. En dan hoe vaak dat je het op een dag moet doen. Er zitten wel iets meer voorwaarden aan. Kijk, op de bouw houden ze al 23 kilo aan. Zakken mogen niet zwaarder zijn dan 23 kilo. Maar ja, ik heb een tijdje in de bouw geüpperd. Toen hadden we nog zakken van 50 kilo cement. Was ik net voor de dienst ging, was het. En daar stonden we gewoon mee te sjouwen de hele dag, hè, specie draaien. Jongen, maar feest. En nou hebben ze allemaal mooi die BMX, ik noem BMX, maar die verschillende merken natuurlijk. Maar we halen het zo uit in de silo, de specie. Dan hoeven de metselaars ook niet meer te zeuren. Hè? Hij is te droog, hij is te nat, hij is niet smeuïg genoeg. Leuke tijd, Superman. Je ziet, akkertje til ik ook niet. Hè? Ik doe heel veel schuiven, alleen dadelijk van het bankje af. Dan heb ik hem eventjes met volle gewicht in de hand. Deze niet leuk. Dat mag je ook niet te vaak doen. Hè? Dadelijk op het werk kom. Dan rijd ik die boottrailer weer naar binnen toe. En dan pak ik die accu eruit met een kraantje. Dus die hoef gaan we niet liggen tillen. Hè. Maar als je hier een kraantje op moest bouwen, jongen. Dan was er meer werk mee dan dat je er nou mee hebt. En het mag gewoon, hè, van de Arbo. Niet allemaal slepen. Dit is het moment dat ik hem echt in de hand heb.
Hup, optillen, vlak bij me. Goed door de knieën heen, staat je op de grond. En dan mag je echt veel tillen. Alleen de frequentie is niet de hele dag door, hè. Maar zo één keer eruit, één keer erin, geen enkel probleem. Dan zijn we klaar. En dan moeten we weer los van de boot. En de pont was, terwijl ik aan de accu aan het wisselen was, rustig overgevaren. En nou kijk ik om en waren de auto's er aan het afrijden, alleen het was niet zo heel druk. Ik denk, ik vaar mooi om de bovenste gierboot heen en dan terug. Alleen toen ik aan het terugvaren was, stak hij over en dan kan ik niet meer weg. Hè. Dan moeten we door. En dat ging ook makkelijk, want hij vaarde rustig over. En hij houdt me in de gaten. Hè. Dat is het mooie. Zolang je de stuurrut ziet, weet je ook zeker dat hun jou zien. En dat is bij zijn pont kunnen die altijd zien, zelfs als je ernaast ligt, zie je de stuurrut nog. Maar dat is bij een vrachtschip anders, hè? Ja. Ik was in ieder geval blij dat het droog was. Het is 's nachts gesneeuwd bij ons, overdag helemaal niet meer. Dus dat was in andere delen van Nederland wel anders. En nou geeft hij vanmorgen... Dat is toen ik dit filmpje insprak dan natuurlijk, hè. Geeft hij hier weer een centimeter of vijf sneeuw aan, dus... Maar allemaal niet dramatisch en blijft niet lang koud, dus blijft niet lang liggen. Vind ik het allemaal niet erg. Het lullige wel is dat het allemaal weer naar de Maas toe moet, dus dan krijgen we weer meer water. Ja, dan kun je zien dat hij net van de kant af is. Maar ik heb ook geluk dat hij nou aan de gier ligt. Hè. Als hij in de kabel slag, dan had ik nou een probleem gehad. Want die kabels die komen strak, daar kan ik niet overheen. Die komen echt net onder de oppervlakte van het water. Maar goed, dan had ik niet het probleem gehad dat ik in de gier vaar. Dus had ik gewoon om kunnen draaien. En gaan we het bootje weer op de trailer trekken. En dan is klusje weer geklaard. Hij is mooi geel. Ja, daar heb ik ook nog wel een verhaal over die kleur. En die ga ik nou niet vertellen. Dus, ik heb wel een keer een foutje gemaakt met ik ben kleurenblind. Dat wil zeggen, ik zie wel kleuren, maar ik zie ze niet helemaal zoals ze moeten zijn, zeg maar. En lag deze pont, die lag op de werf. En ik weet niet of iedereen weet hoeveel kleuren geel dat er zijn, maar dat kan je verzekeren. Die zijn er heel veel. En op een gegeven moment kwam een schilder naar me toe. Hij zegt, Harry, dit is de goede kleur geel, hè? Ik zeg, ja, volgens mij wel. Hij zegt, maar die ga ik erop smeren dan. Ik zeg, smeren. Toen ging ik met een directeur er naartoe. Die keek me aan. Hij zegt, zit je in de grondverf? Ik zeg, in de grondverf? Ik zeg, nee, ze hebben hem afgelakt. Hij zegt, ja, maar hij is de verkeerde kleur geel. Ik zeg, oeps. Ik zeg, ja. Toen heeft hij dus 5 jaar lang hier gelegen in de verkeerde kleur geel. Dat was meer de kleur die Rijkswaterstaat nu heeft. Die is ja, meer naar het groen toe. En wij hebben de kleur geel die meer naar het oranje toe is. Maar nou doe ik nooit moeilijk meer. Ik heb RAL-nummers. En als ze vragen van, is dit de goede kleur geel? Waar is de pot? Waar is het RAL-nummer? En sinds die tijd altijd voor het goed. Maar ja, om zijn pont, als ze die geschilderd hebben in de verkeerde kleur geel, weer in de goede te laten schilderen, wilde niet weten wat dat kost. Hoe. Schilderen is niet goedkoop. En inmiddels zit je weer vast op de aanhanger. Motortje uit, motortje omhoog, anders komt je aan de grond. Hè. Dus want zo heel veel water staat hier niet. En dan hebben we weer een klusje plat. Zoals we dat zeggen. En ik niet vergeten, ik zal het dadelijk meteen in mijn telefoon zetten. Dat ik morgen naar de pont van Meeg moet naar de slagboom kijken. Die haperde. Met open gaan of met dicht gaan, dat weet ik niet meer. Eén van de twee. Vergeten vandaag.
Ja, die antislipverf die is ook goed. Wordt alleen weer niet gemaakt. Of niet meer gemaakt. Die was echt goed. Purak heette die volgens mij International. In twee, even de kop goed leggen. Hij legt maar op één wieltje. Ja, die afstandsbediening. Daar heb ik toch goed aan gedaan. Dat liertje heb ik er vorig jaar opgebouwd, volgens mij heb ik een filmpje van gemaakt. Maar daar heb ik echt, echt goede schik mee met dat liertje. Vroeger hadden we er eentje, die moesten we bedienen waar je nu die rode knop ziet zitten, zeg maar. Moesten we aan draaien en dan lieren niet ook elektrisch op en af. Nadeel was, die was een 24 volt, daarom zit die rare kist op de trailer. Er stonden twee accu's in. En deze heb ik gewoon met NATO-stekker op de auto aangesloten. Die NATO-stekker die hadden we al op de auto, omdat we hebben die kar met kraan, die werkt er ook op. Dus, en dan hadden we geen problemen. Zo, afstandsbediening in de auto. Tijd dat ik hem een keer opruim. Het is een bende in de auto. En dan gaan we wegrijden over de sneeuw. Maar dan is het weer fijn, hè. Hij zit ook rondom in de sneeuwbanden. En met wegrijden heb ik hem nu op vierwieldrijf staan. Dus dan spint hij niet zo heel gauw door. Laat ik hem alleen op achterwielaandrijving staan en dan op die sneeuw. Dan gaat hij het niet doen. Dan zegt hij van, doe het zelf maar. Dat is wel fijn. Ik denk dat we eerder een keer naar een nieuwe auto moeten gaan kijken. Deze wordt toch wat minder nou. Maar hij is inmiddels ook, hij is van 2006. Dus over 3 jaar is hij, nee, over 3 jaar, over 2 jaar. Is hij 20 jaar oud. En het zijn geen 20 lichte jaren geweest, zullen we maar zeggen. Hij heeft een zwaar leven gehad, die auto. Puur omdat wij vaak, ja, dit is geen zware kar, hè. Die weegt niks. Want iedereen denkt van, oh, is het een boot? Groot, ja, volume wel, maar gewicht niet. Maar die andere kar met die kraan erop, ja, die weegt leeg al 1200 kilo. En als je ziet waar we er allemaal op laaien, die zit vaak naar de 3000 kilo toe. En dan moet een auto toch wel werken, hoor. Niet dat je het niet kan, hij kan het makkelijk. Ja, alles lijkt meer, hè. Zo, de voorste nog vast. Kunnen we weer veilig rijden. Ja, eigenlijk moet er op de boot nou ook nog een netje of een zeiltje, hè. Maar ja. Dat gaan we mooi niet doen. En dan zijn we klaar. Dan ben ik nog eventjes de stuurhut in geweest. Want nu hangt de camera weer aan de zuignap tegen het raam aan. We moeten wel hands-free rijden, hè. Maar volgens mij krijg je ook een bon als je camera in de hand hebt en ze zien het. Wat ze zo doen, weet ik niet, als er een camera tegen de raam aan geplakt zit. Dus hij mag niet in het zichtveld zitten. Nou, daar zit hij niet. Hij zit waar de spiegel normaal zat. Die is weg bij mij. Want daar had je niks aan, hè. Vroeger stond er een dichte huif achterop. Die binnenspiegel had je dus helemaal nul aan. Sinds die huif eraf is, had het misschien wel makkelijk geweest als die spiegel eraan gezeten. Maar ja, die is kwijt, hè. Als hij er al een jaar of 15 af is, dan is hij op een gegeven moment kwijt. Je ziet, de weg is goed te doen bij ons. Ik geef hem weer terug de auto in. En dan ga ik waarschijnlijk het filmpje afsluiten. Ik weet niet meer wat ik precies gezegd heb. Maar dat weten jullie dadelijk wel. Ik heb in ieder geval weer een half uur vol geluld. Dus dat gaat goed komen. Het mooie mega. De keienscheiters. Dat is nou weer dagelijks ook weer, hè. Carnaval. Jazeker. Ja, weer op de terugweg. Ja, het stelt niks voor, hè.
Het is een minuutje werken, hè. Dat ding eruit tillen, dat ding erop tillen, die accu, dat is het zwaarste. De trailer ik al van eigens, dus... Maar allemaal, het is weer gebeurd. 114 dagen niet meer, hè. Nou gaan we snel terug naar kantoor, moeten we vergaderen. Dan doe ik mijn pakjes uit. En dan is het wel warm. En ja, buiten valt het mee, het is 0 graden, dus het valt op zich wel mee. Is goed te doen, hè. Vorige week was het kouder. Ja. En een beetje winter is niet erg. Alleen nou is mijn ruitensproeier vloeistof op. Dus dan moet ik een beetje opletten met terugrijden. Niet dicht achter andere auto's rijden, want dan hebben we nog wel eens tijdje niet veel meer zien aan het einde van de rit. Maar dat gaat goed komen. Dat was hij weer. Even opletten hier op de rotonden. Ik ga lekker naar de warme kachel in Lid. Beetje vergaderen. We zijn er goed in, hè. Nou, ja, hoort er ook bij. Dus. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het vanaf leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneer, belletje aan klikken, hè. Dus ik probeer iedere week een pontfilmpje te doen. Probeer ik. Dit is mijn echte werk, hè. Dus hier word ik voor betaald. Ik kan er ook niet te veel tijd in stoppen om te filmen. Net als nou onder het rijden maken niet uit. Hè. Moet toch rijden. En die camera die hangt vast tegen de voorraam aangeplakt. En misschien een zuignap. En dan gaat dat goed. Maar goed, ik wil je nogmaals bedanken voor het kijken. Ik dwaal iedere keer af en ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. Dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!